Nederland zijn er best veel daklozen. Vindt u dat deze daklozen de schuld voor zichzelf hebben? Nou, niet meteen van iedereen, nee. Dat is denk ik afhankelijk van het individu. Nee, dat denk ik niet. Het ligt ook aan de situatie, omstandigheden. Ja, nee, ik denk niet dat het helemaal hun eigen schuld is. Nee hoor. Nee, dat kun je niet zomaar zeggen, nee. Ligt een beetje aan de situatie. Sommige situaties wel, denk ik. Nee, dat hoeft niet. Nee, de maatschappij zit zo niet in elkaar. Iets meer ingewikkeld. Ik denk dat sommige mensen die het best wel moeilijk hebben. Of misschien zelfs het gevoel hebben van ik wil kiezen voor op straat leven. Sommigen zijn bewust bijna dakloos geworden. En anderen zijn door omstandigheden dakloos geworden. Dus. Er zullen erbij zijn die hun eigen schuld hebben. Hè, dus te veel schulden gemaakt en alles. En, ja, maar sommigen hebben ook een bepaald ziektebeeld. Omstandigheden maken het heel vaak. Een scheiding, een drankgebruik wat er dan bij komt, een drugsgebruik. Je huis raak je kwijt, want je vrouw en de kinderen die blijft en jij wordt op straat gezet. Ja, waar blijf je dan? Maar het is niet altijd je eigen schuld. De Vincentiusvereniging is een instantie met als doel om de armen te helpen. Dit kan op vele manieren. Zo hebben ze een kringloopwinkel waar ze tweedehands spullen voor weinig geld verkopen. Met het verdiende geld kunnen ze weer andere dingen doen, zoals hulpverlening aanbieden aan daklozen. Wij hebben zelf nog een heel klein groepje, dat noemen we dan sociale activering. Dat zijn mensen ook met een problematiek, die bij ons vrijwilligerswerk doen. De bedoeling is dat ze weer ritme opdoen en dat ze zo snel mogelijk aan een baan komen, doordat ze weer op tijd uit hun bed komen, dat ze weer een dagbesteding hebben, zich niet vervelen. En dan wordt aan ons gevraagd, hoe hebben jullie het gedaan? Dan schrijven wij een brief van aanbeveling en dan komen we toch vaak weer aan het werk. Ik heb vandaag een slaatje. En met de eitomaat en dan heb ik nog sperzieboontjes in de pan. Die zijn allemaal kant klaar. En dan hebben we hier maïssoep. Maïssoep, kijk eens aan. Ja. Yep. En dan hebben we hier nog Indische bami, of Surinaamse bami. Ik moest eigenlijk spaghetti hebben, maar hadden we vergeten te halen. Ongemiddeld tussen de 25 en 30 mensen eigenlijk. Maar het kan ook minder zijn hoor, echt 20 of zoiets. Okay. Maar normaal was het altijd 30 mensen. En dan hebben we hier kip. Een Surinaamse kip. Die zijn eventjes aan het grillen. Aan het grillen. Heb je daar ook nog speciale cursus voor gehad? Nee, koken, of, nee. Doe ik allemaal zelf. Alles zelf leren. Zo. Alles zelf variëren. De kok Ronald werkt al 5 jaar in het restaurant van de Vincentiusvereniging, Het Anker. Een paar jaar geleden leefde hij ook als dakloze op straat. Door de vele ellendige gebeurtenissen, mentale gestel en de schuld die hoog opliep, belandde hij op straat. Hij kwam werken in de groep sociale activering als kok bij Het Anker, waar daklozen voor 3 euro een complete avondmaaltijd kunnen nuttigen. Inmiddels is Ronald van zijn schulden af en woont hij weer op zichzelf. Probeer je ook wel eens daklozen te helpen? Nee, niet anders dan gewoon ieder ander. Als ik ook ben, ik ben er niet echt mee bezig. Ja, het is afhankelijk van de vraag. Ik vind geld, denk ik, wel, ga je ermee doen? Ik heb bijvoorbeeld wel een hekel aan als die man die hier steeds roept, die steeds vraagt dat hij een euro kan krijgen, dat ik denk, nou, dat ga ik gewoon niet doen. In principe niet, nee. Nee, ik heb er nooit mee te maken. Ik weet het niet. Ik denk, als je zelf te lang bent om te leren en je komt op straat terecht, dan heb ik geen medelijden met je. Als iemand mij niet aanstaat, dan is er ook geen klik in de regel, wederzijds. En dan zal het waarschijnlijk niet gebeuren. Ik denk, als die structureel uitzienlijk wil veranderen, dan wil ik daar wel aan bijdragen. Ik ben blij dat ik geholpen ben, maar je eigen moet ook zelf helpen. Dat is belangrijk, je eigen. Iedereen kan er helpen, maar je kan ook de pet nagooien. Drinken, harddrugs gebruiken, softdrugs gebruiken. Ja, noem maar op, als zwerver zijnde. Om problemen, om te gaan drinken, nee, drinken, dat helpt ook niet. Het is gewoon je eigen rust. Naar andere mensen luisteren, zeg maar, die je wilt helpen.
En als je dat niet doet en je gaat gewoon drinken of dat doen of zus doen of zo doen. En ze merkt dat, dan gooi je eigen pet naar. Dan denken ze van, ja, wij helpen jou niet. Want jij wilt niet geholpen worden. Ja, en dat is met drinken en dan gaan, ja. Dat is ook allemaal eigen schuld. Maar dat kiezen ze zelf voor. Dan hoop je dat ze het op kunnen pakken. Maar ja, als ze niet van de fles af kunnen blijven, dan is dat toch een probleem. Ze moeten het zelf op een gegeven moment ook willen doen. Bij inloopschip krijg ik hulp. En zo doen ben je dan verder. Als je bij een inloopschip, dan kom je verder. Maar als je bij een inloopschip zit en dan slaap je met zoveel mensen op de kamer, ja, dan is het ook niet echt pretjes. En dat is gewoon doorzetten hoor, echt doorzetten. Want ja, ik ben een SARS en ja, eigenlijk hoort de SARS niet echt als het zwerver op straat. Maar we moeten dan eerst €5 elke dag gaan betalen. €5. Dan hebben we een slaapplekje. En als je dat vaak doet, ja, dan kunnen ze zien van, oh, hij komt er vaak binnen. En dan gaan ze kijken van, oké, wij gaan jou eventjes helpen of wat dan ook. Of wat is er met jou aan de hand? Waarom slaap je hier te lang? Of wat voor hulp heb je nodig? En ik zeg, ja, ik wil zo graag een eigen huisje hebben en rust en genieten. En, nou, wat is toekomst? Ik heb mijn toekomst al gehad. Ik heb mijn toekomst al gehad. Dit is mijn toekomst, mijn eigen huis. Als jij zeg maar 10 jaar geleden en je bent al zwerven, zeg maar, of wat dan ook. Of ja, dan gaat het ook weer zeggen, wat is toekomst? 10 jaar? Wat is toekomst? 25 jaar? Of over 40 jaar of over 50 jaar? Zouden alle daklozen uit de problemen kunnen komen en een nieuw leven gaan leiden? Het kan wel, maar het duurt heel lang. Kan iemand zo lang wachten? Geduld hebben om tot het weer goed komt, zeg maar. Ik heb sommige mensen die geen geduld hebben. En ik heb wel geduld. Ik moest geduld hebben, ik moest rust. Want anders werd ik helemaal gek. Of ik had zelfmoord, nou, ik wilde doen of dit en daar. Ja, maar dat deed ik niet. Ik ben blij toe. Maar ik ben blij dat het zo goed is gekomen. Ik ben blij dat ik hier kook. En ik blijf hier tot 67 werken. Of tot hoe lang, maakt me niks uit. Ik ben gewoon gelukkig, ja. Proost. Die kijk op mij.